Goeiedag. Vanuit het westen trekt vandaag een koufront over het land. En dat resulteert vanochtend met name in wat meer bewolking en plaatselijk nog een bui. Maar in de loop van de middag komen we alweer aan de achterzijde daarvan uit. En dan breekt de zon weer fraai door en gaat de temperatuur uiteindelijk toch nogal weer aardig omhoog. Nou, uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 22 graden direct aan zee, 22, 23 landinwaarts. De hoogste temperaturen tot zelfs 28 graden aan toe langs de oostgrens. En daarbij dus met name 's middags weer flink wat zonneschijn. Maar is reëel morgen ook wel wat meer wind vanuit het westen tot zuidwesten. Over het algemeen matig, in de kustregio zelfs even vrij krachtig. Dus er zit iets meer beweging in de atmosfeer. Het waait wat meer door. Dus voor veel mensen zal het al een stuk aangenamer aanvoelen. Nou, ook morgen hebben we vergelijkbare temperaturen, gemiddeld zo'n 24 graden. We beginnen morgen ook droog, maar in de loop van morgen toch vanuit het zuiden weer een aantal stevige regen- en onweersbuien. Ook vrijdag nog een lokale bui en dan zelfs een graad of 20. Dus dat is een heerlijke dag om het huis even lekker door te laten luchten. En in het weekend gaat het kwik dan langzaamaan alweer omhoog met ook weer wat meer zonneschijn. Na het weekend gaan we terug tot rond een graad of 21 met daarbij licht wisselvallig weer, regelmatig zonneschijn, maar in de loop van de dag ook steeds een plaatselijke bui.